Hallo, mijn gast van vandaag komt uit een hele muzikale Heerlense familie. Zijn moeder speelde viool en zijn pa speelde piano. Dus ging hij drums studeren aan het conservatorium in Maastricht. En na zijn opleiding begeleidde hij heel veel artiesten zoals Celine Dion, Anastasia, Zucchero, Charles Aznavour, Neil Rogers en in Nederland onder andere Het Goede Doel, Boris, George Baker en Guus Meeuwis. Ook was hij te horen op het North Sea Jazz Festival met het Corneille Roelofs Trio. Maar hij toerde ook langs heel wat andere festivals, clubs en theaters in heel Europa en in Azië. Hij speelde jazz met Lee Konitz, de Nederlandse trompetist Erik Vloeimans en met Anton Goudsmit, de gitarist van onder andere de New Cool Collective. Klinkende namen dus, waar de gast van vandaag mee gespeeld heeft. Hij werkt nog altijd als docent drums aan de Heerlense Muziekschool. Kortom, we hebben genoeg om 20 minuten te praten met mijn gast van vandaag, Geert Roelofs. Welkom bij Lex Ontmoet. Lex. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Roelofs. Of is het goede avond? Nou, middag voelt voor mij altijd als avond. Ja? Ja, ik denk zoals de avond voor de meesten voelt, voelt de middag voor mij ja, als een soort avond. Dat vind ik nou het meest waanzinnige begin om een gesprek te beginnen. Oh. Middag, avond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, morgen die ken ik liever niet eigenlijk. Nou. Je wordt niet vroeg wakker of zo? Nee, vroeg wakker worden dat... Nee, ben je een nachtmens? Ik werk veel 's avonds, late uren. Jou ook bekend. En ja. En ik heb het idee dat ik dan wel gewoon het best functioneer. Op een muziekschool moet je toch overdag? Ja, dat klopt. Maar de kinderen gaan natuurlijk 's ochtends naar school. Dus ik kan pas later beginnen als ze terugkomen uit school. Dus maandag, dinsdag vanaf 3 uur. En woensdag vanaf 1 uur. Dus dat is mijn voordeel. Komt je goed uit dan? Ja. Geloof je in God? Geloof vind ik een moeilijk woord. En ik heb er veel dubbele gevoelens bij. Maar of ik erin geloof, ik kan niet zeggen dat ik in God geloof, nee. Ik heb 2 tegenstellingen. Met wie zou je nog eens willen spelen? Met Slagerij van Kampen of met Phil Collins? Is dat zo'n vraag waar je niet op mag weigeren? Of? Nee, jawel. ik ben niet zo van het... Ik ben, omdat ik drummer ben, vind ik het prettiger om te spelen met mensen die harmonische instrumenten bespelen. Dus dan zouden zowel Phil Collins als Slagerij van Kampen in de zin van... omdat het slaginstrumentalisten zijn... Ja. Zou ik het allebei niet zo op mijn verlanglijst hebben staan, eigenlijk. We vergeten hem. Maar deze vergeet ik niet. Ik wil je een gewetensvraag stellen. Verjaardag van een van je kinderen of een goed betaald optreden? Vroeger ging ik altijd spelen, betaald optreden. Maar in de loop van de tijd merk je dat er bepaalde dingen belangrijker zijn. En de verjaardag van mijn kinderen is belangrijk. Ja. Heb je dat geleerd? Dat heb ik moeten leren, ja. Of wie moet je dat bijgebracht? Ik denk wel dat er mensen zijn die van invloed hebben op hoe je tegenover bepaalde dingen staat. En het is aan jou als mens om daar wat mee te doen. Ja, en op een gegeven moment moet je gewoon zeggen van oké, dit is... Geert, pak ik op. We gaan naar de foto's beginnen. Ja. Je hebt me ongeveer 740 foto's gestuurd. En ik heb er zelf een aantal uit kunnen zoeken. Ja. Dit vind ik een hele mooie. Ik vind dit met name, is jou met een vriend, hè? Jij met een vriendje. Dat vind ik een hele mooie vanwege het feit dat jij blijkbaar een fles bronwater of zo in de handen hebt en eindelijk een fles bier. Oh. Nu, tegenwoordig is het omgedraaid, denk ik. Nee, ik weet het niet. Dit is een vriend van je. Ja, is die eerste jeugdfoto die je gegeven hebt. Ja. Ik weet niet of ik foto's heb van verder terug, maar ook dat. Bart van Wersch, ja.
Bart van Wersch was van de verfwinkel van Guus van Wersch. Ah ja. Op de Bongert. Mm-hmm. En ik zat natuurlijk op de Jan Willebeerik school, want de Hamerstraat viel viel binnen de parochie van de Pancratius. Ja, ja, ja. En dat was een beetje raar, want Tarsisius is lang aan de andere kant van de Weltraat. Je ouders woonden, je werd opgegroeid in de Hamerstraat. Ja, ja. Dat is die straat achter het plein. Bij het Hasselleplein. Ja. Maar het viel dan onder de parochie van de Pancratius. Ja, ja. Dus ik moest. Het was gebruikelijk om ook dan naar de basisschool te gaan in die parochie. En dat was de Jan Willebeerik school. En dat waren natuurlijk allemaal mensen uit de stad. Ja. Waaronder Bart. Ja, volgens mij is het foto ergens bij de bioscoop. Foto's, dat was toen H5. Ja, H5. Ja, nu Quattro. Ja. En dat zoontje van H5 zat ook bij ons in de klas. Of Bart zat eigenlijk een klas lager. Maar Mattes Koenen, die zat ook bij mij in de klas, op die school. Geert, wat heb je van jeugd gehad? Leuk. Dat is op straat struinen, hè. Met een fles bronwater. Ja. Nee, ja, mijn jeugd is... Ik was altijd op straat. Nee, maar ik ben in de intro begonnen met dat je uit een muzikale familie komt. Ja. En, want je broer, nog een broer, dat ken ik allemaal als muzikant. Ja. En... merk je dat opeens? Of jullie zijn ook van die mensen met jullie familie, wou ik even vertellen. Ik kwam jullie voor de eerste keer tegen met carnaval. Toen was jij volgens mij zo groot en dan was de hele familie aan het spelen. Jullie hadden al 40 jaar geleden of zo een zaterharmonie. Ja. Nou, mijn vader had al een zaterharmonie, denk ik. Dat mag ik niet zo noemen, maar die verzorgde de gezinsmissen. En dat deed hij voornamelijk met mijn broers en zussen. Ja. En vrienden of vriendinnen van mijn broers en zussen. En dat vormde een orkest. Ja. En daar vormde hij een orkest mee. En daar verzorgden ze de muziek bij de gezinsmessen mee. En dus dat was ook al een zaterharmonie als het ware. Maar dan iets gestructureerder natuurlijk en iets beter. Maar later zijn mijn broers en zussen daar eigenlijk gewoon mee doorgegaan. En dan met weer andere vrienden en vriendinnen. En dan met carnaval. Ja. Ja, en dan namen ze mij gewoon mee. Ja. Was je de jongste? Ja, ik ben de jongste van 8. Geert, dat is een groep waarvan ik alle vier de mensen ken. Ja. Anton Teunissen. Ja. Axel Lindeloof. Ja. Daarna van Volumia. Je broer Geert. Simon. Je broer Simon. Ja. En Geert. Ja. Simon is ouder, hè? Ja, als ik jongste ben, dan is dat... Ach ja. Ja, Simon is het een beetje schuld dat ik ben gaan drummen, want... Zo had je bas willen leren? Ja, nou, vond ik wel leuk. Ja, ik vond de basgitaar wel leuk. En Simon was vrij vroeg begonnen met de bas bespelen. En ik had niet zoveel om handen. En ik heb die bas wel eens geprobeerd, maar dat... in elk geval, hij had een bandje. Ja, hoe heette deze? Deze band heette Stef. Ah ja. En eigenlijk voor Stef had Simon al een band Piepschuim, met Anton Teunissen ook. Ja. En Piepschuim die speelde bij jou ook regelmatig. Ja, ook in Amstraden hebben die. In Amstraden ook. En ja, Lex, ook gewoon bij Lex is nog volgens mij. Ja. Maar Simon, de drummer van die band, die is ook professioneel muzikant geworden. En daar heb ik een drumstel van kunnen lenen toen, ergens. En ja, zo is het begonnen eigenlijk. Dus eigenlijk een beetje via Simon. Maar je moet daar toch meteen al de slag van hebben. Ik vind dat altijd zo... Ik vind het trouwens een heel moeilijk instrument. Ja, ik denk dat alle instrumenten hun eigen dingen hebben wat het... Ja, wat je... Ja, ja, als je niet muzikaal bent zoals ik, is ieder instrument moeilijk. Ja, nou ja, dat zeg jij. Laat mij maar zingen, dan... ik ook niet. Nou ja, dat komt... Hey, maar met Stef heb je wel hele leuke dingen gedaan, hè? Ja, Stef was echt zo'n band waar het voor mij eigenlijk toch al mee begon. Want Anton was natuurlijk al verder. Die heeft heel veel betekend ook voor de muziekindustrie toen in Heerlen, zeg maar. He, ook via zijn vader, muziekschool. Ja. Volgens mij... Zijn vader was directeur van de muziekschool. Hij schreef muziek. Hij maakte toen al eigen opnames. En ja, allerlei van die dingetjes. Telemuze was er toen nog. Allerlei van die initiatieven die... Ja, er gebeurde van alles eigenlijk. En hij had er wel vaak wat mee te maken, ja. Dat is zeker een feit.
Stift, dan heb je nog wat groepen gehad en je hebt nog in groepen gezeten, je hebt nog wat muziek gemaakt. En op een gegeven ogenblik kwam je eigenlijk een beetje naar jazz. Ja, ja. En toen kwam je deze jonge man tegen. Ja. Die kwam uit Venlo. Ja. Glenn Corneille. Ja. Het is een hele grote overgang overigens, van Stef naar Glenn Corneille. Maar nou, je hebt zo'n groot en rijk muzikaal leven dat we wel die grote stappen moeten maken. Ja, en ik denk dat het ook nog wel meevalt, want Stef was natuurlijk toch instrumentale muziek. Niet ja. echt op, ja, en op de een of andere manier, ik ben toen naar het conservatorium gegaan, omdat het instrument me goed lag. En ik moet ook eerlijk toegeven dat dat gewoon een van de weinige dingen was waar ik heil in zag, überhaupt. Ja. Ik zag eigenlijk niet zo, zag niet zoveel zitten en naar school gaan en ja, maar van die dingen. Maar dus, ja, bijvoorbeeld. Dus ik ging naar het conservatorium en ja, goed, een onderdeel op het conservatorium, zeker in Maastricht, is gewoon de jazzmuziek. En dus dat kwam al een beetje bij Stef vandaan ook wel. En heb jij Glenn Corneille op het conservatorium leren kennen? Ja, Glenn studeerde op het conservatorium. En, piano. Piano. En ja, we leerden elkaar. Eigenlijk leerde ik hem kennen via zijn docent, want ik speelde daar regelmatig met Frank Giebels. Ja. Frank Giebels, docent. Ja. En Frank stelde me voor aan Glenn, want Glenn moest van alles doen en spelen. Je weet, examens en weet ik veel toestanden. En toen heeft Frank me eigenlijk gezegd van oké, je moet Geert vragen. We vragen Geert. Ja, en toen is er iets ontstaan eigenlijk. Ja. Ja. Toen eigenlijk ook het Corneille Roelofs trio. Ja. Met meneer Werner Loosjer. Ja. Op de bas. Precies. Ja, ja, want we zijn niet met Werner begonnen. En, maar Glenn en ik speelden heel veel samen. En ja. we speelden op evenementen. We speelden in een popbandje Silk. We speelden in Marse Kamstra iedere week. Ja. Maastricht was dat het café? Ja. Maar de spel was steeds eigenlijk wij twee. Dus vandaar ook de naam Corneille Roelofs. Ja, en eigenlijk een beetje toen jullie echt begonnen door te dringen met die prachtige cd. Toen is Glenn verongelukt. Ja, we hebben dus... Hij is dus vertrokken, Glenn, voor alle mensen die het niet weten, naar Hilversum. Hij is op een ja, Glenn... Hij deed toen ook mee aan zo'n televisieprogramma. Ja, de Notenclub of zoiets dergelijks. Ja. Notenclub. Spelen en piano. En, ja, en mannen zoals René vroeger viel hij even... Ja, hij was gewoon echt getalenteerd. Niet, ja. Hij viel echt op. Ja, en op weg naar huis is hij tegen... Ja, op een gegeven moment, hij is inderdaad verhuisd naar Baren en het werk werd meer. En ja, het werd te druk en op een gegeven moment is hij naar huis gereden en van de weg geraakt. En, hoe lang is het nou geleden? Dat is 2005 geweest, augustus 2005. Oh, snelle. Ja. 15 jaar. Glenn Corneille. Dus ja. Is die cd nog te krijgen, want die was geweldig. Ja, ik heb er nog een paar op zolder liggen. Maar, ja, je weet hoe dat gaat. Ik ben al heel lang bezig om met Marco Kalnenek. Oh, Spotify. En Spotify, zo. Maar het is er nog niet van gekomen. Ik heb in het intro gezegd dat je met heel wat grote vedettes gespeeld hebt. Celine Dion, Anastasia, Zucchero, Charles Aznavour. Ja. Moet er ook even te gek zijn geweest. Maar dat is toch helemaal jouw muziek niet? Of was dat echt? Ja, ik weet niet of... ik ben echt ik hou echt van alle muziek. Of het nou metal is, of pop, of rock, of in dit geval jazz. Het is gewoon dat jazz, dat ging me goed af. En als iets je goed afgaat, word je daarvoor gevraagd. En dan ga je ook vrij redelijk, of je gaat snel een beetje die kant op. Maar in de tussentijd ben ik gewoon ook alle andere stijlen blijven spelen. Ik ben nooit gestopt met... Sterker nog, jazz is maar een klein aandeel van wat ik altijd gedaan heb. Ja, ja. Parijs, met wie sta je daar? Ja, dat was eigenlijk ook gelinkt aan Glenn. Want Glenn had weer een vriend, Frank van der Heijden. En die arrangeerde voor de Proms, Night of the Proms. Ja. En op een dag gingen ze televisieshows doen en hadden ze een band nodig. En daar belden ze Frank voor op. En wij zaten toen met elkaar om tafel. En Frank zei, ja, de band zit hier al klaar, zeg maar, we komen wel. En toen zijn we daar naartoe gegaan. Was natuurlijk wel goed georganiseerd, is allemaal iets in. Ja, ja. Maar dat waren grote televisieshows in Frankrijk. Net weet ik veel miljoen kijkers iedere... Open air. En toen kwam de
14 juli, feestdag. Ah, 14 juli, ja. En toen werd er iets heel groots georganiseerd, daar voor de Eiffeltoren, dat enorme grote grasveld. Ja, ja, ja. En daar speelden we dus met die band, met het orkest van Out of the Proms. Met artiesten, ik weet het allemaal niet, James Blunt was daar toen. En grote namen, gewoon wereldartiesten. En dat, nou, dat plaatje heb ik zelf geschoten. Ja. Want het was natuurlijk belachelijk. Dus ja, ik weet niet hoeveel 100.000 mensen daarvoor. Ja, het is zo speciaal groot. Speciaal gevoel. Ja, dat doet wel wat met je, want het is gewoon heel erg groot. Het is natuurlijk wel zo dat je. Je staat daar niet met een bandje, dus je hebt niet zeg maar. Nee, nee. Het gevoel wat wel andere bandjes, denk ik, wat ik nooit gehad heb, dat je op Pinkpop staat. Maar dat er 100, 200.000 mensen voor je neus staan, dat is natuurlijk belachelijk. Ja. Word je nou zenuwachtig van zoiets? Ik ben zenuwachtiger om hier met jou te praten dan dat ik daar sta. Geert. Ja, dat is, ik weet niet wat dat is. Op het moment dat ik het podium op ga en ik kan achter drums gaan zitten en muziek maken, dan... Ja, dan valt het af, alles. Nee. Ja, dan voel ik me thuis. En ik wil niet zeggen dat ik dan niet zenuwachtig ben, want ik heb wel een bepaalde spanning omdat ik het goed wil doen. Ja, ja. Maar het is niet zo dat ik me daar niet lekker bij voel. Zo. Bij deze jongens voel je je wel lekker, hè? Ja. Huh? Ja. Dat zijn ze, hè? Ja. Drie muzikanten met jou, waaronder twee drummers. Robin Zalm is overigens al eens een keer hier in het programma geweest. Hans, ja, moet ik nog een keer vragen. En meneer Van Dam zelf. Ja. Ja, dat gaat wel terug naar... Ook een pianist. Ja. En twee drummers. Ja. En Geert. Ja. Ja, dat hangt gewoon al vanaf het begin samen. Vorige week had ik overigens, ik weet niet of je dat gezien hebt, had ik de moeder. Millie heb ik nog niet gezien. Nee. Nee. Ik had wel Twan en Robin heb ik ook gezien. Ja. Nee, dus die ga ik zeker nog kijken als je langskomt. Ja. Ja, maar dat gaat terug naar... Daar is het muzikaal eigenlijk allemaal mee begonnen, met Koen, langzaam stapjes maken, ja, theorie voorbereiden voor de toelating, samen met Robin. Ik heb met Robin, we zijn samen begonnen eigenlijk aan het conservatorium, ja, op het conservatorium. Hans, die ons altijd als een soort drumkinderen zag. Ja, en de arm altijd om ons heen geslagen heeft en om te stimuleren en ja, het is... De familie Roelofs. Goeie, daar zijn we eigenlijk mee begonnen, pa, ma. Die ene broer van je, die heeft ook al eens een keer gespeeld. Hè. Die speelt in een coverband. Hè. Dat is Dick, hè? Ja. Ja. Dick die heeft altijd hobo gespeeld bij de TOG in Welte. En die heeft op een gegeven moment de bas vastgepakt. En dat kwam hij ook goed. Hij woonde in Leiden. Oh. Ja. Hoe kom ik er nou bij dat hij in zo'n coverband speelt? Zit hij? Hij zit in een Steely Dan. Steely coverband. Dan coverband. Ja. Maar dan speelt hij wel alt-saxofoon. Oh, alleen Manus. Manus heeft vroeger viool gespeeld. Och ja, natuurlijk. Bij Oude Kan. Bij de... Och ja, zeker. In die tijd van de hele oude nog. Ja. Heel lang geleden. Ja. Het Fred Pieper. Simon, jij. Ik heb nog heel eventjes naar de vrouw van je leven. Feit. Nou. Mooi. Mooi. Voor de schilderijen van Hans Keuls. Ja. Op een tentoonstelling. Ja. Ja, het is toch een mooi plaatje, of niet? Prachtig. Te gek. Gelukkig. Ben je er gelukkig mee? Ja. En hier ben je heel gelukkig mee, denk ik. Ja, dus Jesse en Job, hè, mijn kindjes. Ja. Hoe oud zijn ze nu? Jesse 21, Job wordt nu 19. Het is toch verschrikkelijk hoe snel dat het gaat, Geert. Ja. Wat zijn ze aan het doen? Jesse studeert geneeskunde. En Job, die heeft nou examen HAVO. Gekregen, ik weet het niet, ja? Met de corona-ontwikkeling. Oh, ja. Ja, hij zegt, pap, ik ben geslaagd. Ik zeg, ja, je moet nog examen doen. Ja, nee, dat hoeft niet meer. Ja. Oké. Okay. Het kan, hè? Ja. Dus hij krijgt een coronadiploma, denk ik. Ja, daarna ook iets met muziek? Doen ze niks met muziek? Nee, hij gaat... Nee, muziek hebben ze... Nee, ja, Jesse zingt de hele dag, dat wel. Ja. Job eigenlijk ook. Ja. Maar echt... spelen of bespelen van instrumenten, dat hebben ze wel eens gedaan. Job wel eens gitaar, maar nee, niet echt. Ik weet dat je dadelijk les moet gaan geven. Ja. Okay. Ik vond het heel fijn dat je hier was. Ik vond het ook. Mogen je een handje geven? Nee. Geert, bedankt, hè. Nou ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Adieu. Adieu.